Rood zijn de huizen die niet meedoen. Geel misschien. Grijs is dat mensen niet thuis zijn. Die hebben nog steeds niet gesproken. En groen zijn de mensen die meedoen. Definitief. Of we kunnen ook... Ja, of we gaan gewoon alles weer langs. Dat we en oranje mensen en grijze mensen hebben. Was op de eerste verdieping beginnen? Met oranje en grijs? Tussen 1 en 5 uur op de 3 november 2007. Is dat op een zaterdag? Op een zaterdagmiddag. Ja. Heb je hier in jouw huis een operazanger als gast. Okay. Het publiek wandelt hier. Ja. En weet dan dat deze deur, een van deze openingen is waar er een operazanger zingt. Bellen aan. De deur gaat open en de plek waar jij op het ogenblik staat, op deze deurmat, is het podium. Dus okay. Iedereen blijft hier op deze plek staan. Ja. Dat je weet dat ze niet in je huis komen. Ja, ja. Nee, dat, ja, okay. En, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik zat dan, en die operazanger die is dan bij jou in huis, zou ik zeggen. Die is in samenwerking met 9 verschillende conservatoria. Dus dat zijn zangers tussen 17 en misschien 30 jaar. Dus ja. Je bent dat dagdeel zit je er wel aan vast. Ja, prima. Nee, dat is goed. Ja? Ja? Dus er komen er ook 22 mensen zingen. Hebben meer. We hebben, bij elkaar zijn er nu 35 zangers en 25 componisten van alle conservatoria uit. Tof. Dus, ja, dat is echt heel erg mooi. En kinderen die gaan teksten schrijven. Dus in 2005 hadden we dat de arias waren en alles. En dat is trouwens degene die het organiseert allemaal. Ik ben alleen maar degene die hier mag aanbellen. Kijk, leuk man. Hallo. We hebben er weer een deur bij. Dus en kinderen die gaan hier voor de teksten schrijven. Dus hier achter een school. En kinderen van groep. 4 tot en met 7. 4 tot en met 7. Voor iedere deur een eigen tekst. Dus iedere deur krijgt ook zijn eigen operaatje van 60 seconden. Nou, leuk hoor. Ja? Ja. Oké, nou. Tot, we horen je nog van ons. Yes. Dankjewel. Okay. Succes. Dankjewel. Maar ik dacht dat ik nog even hoog moest inzitten bij hem. Maar ik hoorde zijn vriendin op de achtergrond roepen: nee, nee.